2,5 uur later ineens dacht ik op mijn linkerarm. Ik kan hem niet meer bewegen. Nee. Oh. En toen dacht ik op een gegeven moment dat de hele wereld mij niet meer zag. Hè? Echt zeker. En dat ik langzaam aan het veranderen was in een spook. Dus op een gegeven moment zat ik ook op mijn stoel. Dus mijn broer zat te lachen met vrienden. En dat vond ik al... Nou, ik zat heel apathisch zo naar te kijken. En toen dacht ik, haha, ik moet meelachen. Dat zeg je hoofd dan ook tegen jou. Toen zei ik op een gegeven moment... Jongens, ik weet dat het heel raar gaat klinken. Maar ik ben bang dat jullie me straks niet meer horen. Nou, tot zover was mijn niet-ervaring. Never, nooit, niet again. Nee, het was echt, het was verschrikkelijk.